Jongens, het is heel anders dan vorig jaar. We krijgen juist nu wel de ruimte om mid voor aan te spelen. Zo snel mogelijk gaan liggen en zo snel mogelijk goed aanspelen. Mark, je lag hier wat naar binnen toe. Waar is Mark? Ja, dan ligt jouw verdediger dichter bij de mid voor. Naar buiten, dat bedoel ik. Moet aan de buitenkant liggen. Dan komt jouw verdediger bij jou liggen. En dan kunnen we makkelijker de mid voor aanplaatsen. Draaien was goed. Dan kreeg je een bal mee terwijl je gedraaid was. Dat is op zich zonde. Ja. Dat is niet jouw fout, dat is de fout van de scheidsrechter. Ja? Ja. Blijf jongen, probeer te draaien. Wat we in het begin van het seizoen gedaan, Justin ook, met voor. Draai naar het doel toe en dan doorgaan. Dus niet denken, nou ben ik gedraaid, nou die bal maar richting doel. Nog schoot, nog benen, naar het doel toe, hup, en dan afmaken. Ja? We hebben kansen. Take off, 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 take off
Nee, het gaat helemaal niet verkeerd. Het is heel anders dan we verwacht hadden. We kunnen het voor heel goed aanspelen. Max, dat doe je hartstikke goed. Blijf draaien, blijf het proberen. Ze mogen van mij al veel eerder uit. Je ziet constant die handen zie je op die ruggen. Ja. Nick, niet. We gaan niet naar voren. Als we in de verdediging zijn, houden we compact. Dan kunnen we elkaar helpen. Als er iemand doorkomt, die kan voor de mid voorspringen. Ja? Dus verdedigend houden we compact. Aanvallend moeten we juist hem ruim maken, dat we lekker die niet vooraan kunnen spelen. Ja? Hou dat er goed in. En de kansen hup afmaken. Als ja? We nummer 12 leggen. Ik ben het goed! En sluit! Ja, kom hier! 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 Kom
Het gaat nu wel even tot er een paar ballen in moeten. Hè. Met man meer. Hoopaken, die kopmensen, er lag één man tussen. Die moeten we gewoon maken. Wie waren dat? Max en Justin. Ja. Die moeten gewoon in. Die hoeft nu zo zuiver te schieten. Die boven strak in de kruising. Het is geen wonderkeeper. Gewoon die ballen erin rammen. Dreiging terug. Hup, hup, hup. Jullie hadden erin moeten schieten. Klaar. Ja, die moet beter plaatsen. Maar goed, dat weet je. Ja. Jongens, het gaat nu om de doelpuntjes die erin moeten. Kijk er niet, daar hebben we 5 minuten voor. Ik denk niet dat vanaf het begin waren gelijk allemaal moeten gaan schieten. Maar nee, nou moet het wel even gebeuren. Ja? Kijk uit. Hij wordt afgevuurd. Ja, kan! Ja, lekker. Dit doen.
Thank you.